Bababam. Dudum, dudum, bom 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 bom. Pop 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 pop. Na 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 na. Pop 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 pop. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Bom 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 bom. Ik denk wel dat jullie deze video willen zien, dus wil jij deze video zien, dan kan je zeggen hij is fucking awesome. Klik dan in het linkje in de beschrijving. En ja, je kan ook gewoon op het scherm klikken. En klik nu, kijk die video eerst, kom dan terug naar mij en like. Ja, joe! Ik heb een nieuwe microfoon gekocht, zodat ik een nieuwe camera binnenkrijg. En ik heb er zo'n ding voor gekocht. Ja, ik koop nogal veel dingen zonder dat ik daar research naar doe. En blijkbaar, ja, dit is een microfoon, what the fuck. Ja, dit kan er niet echt over schuiven. Ik ga het wel fixen, ooit. What the fuck. Ook had ik moesjes gekocht om ja, op mijn kleine camera te zetten. Maar als je kijkt naar de grootte van dit moesje, ja, ik kan het op mijn camera zetten. Maar ik zie mijzelf nu niet meer op mijn schermpje. Ik weet niet of jullie mij nu beter horen. Ik ga het wel fixen. Ik fix alles. Fuck product placement. Yo YouTube, Acid hier. Wacht. Yo YouTube, Acid hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is ja, eigenlijk echt wel een keer een hele speciale dag. Ik zeg in elke video, vandaag is een heel speciale dag. Eigenlijk is er niks speciaal aan. Eigenlijk is het gewoon een doodnormale dag. Vandaag is er, ja, ik sta voor de allereerste keer in de krant. En dan in de grootste krant van België. En misschien staat het op pagina 44. Niemand leest tot pagina 44. Maar ik sta wel in de krant. Nathan verovert YouTube. Ik moet altijd zo denken aan Franse revolutie of zo. Een stad terug veroveren. Die is wel nog chill. Het is een supergoed artikel. Het artikel staat in de beschrijving. Dus als jij het nog niet hebt gelezen, klik er zeker even op en lees het zeker. Ik vind het zelf een heel goed artikel. Het is ja, sowieso een artikel die ik voor altijd en eeuwig ga bijhouden. Maar echt voor altijd. Ik vind het wel raar dat ze mij zo geïnterviewd hebben als ik 95.000 abonnees heb. Dat had beter zo gewacht tot ik 100.000 had en dan in de krant gezet. Eerste Vlaming met 100.000 abonnees. Nederlandstalig. Ik denk dat dat wel een beetje cooler was geweest. Maar oké. Ik ben geen krantredacteur. Zoals ik zei in het begin van de video, er komt een nieuwe camera aan. Fucking goede camera. Met een fucking goede microfoon van plastiek. Kost 300 of zo, of 200 euro. Dit ding kost ook 20 euro. Deze moesjes kosten 5 euro. En ze werken niet. Ja. Sushi. Het is iets wat fucking overhyped is. Maar ik wil het ook gewoon eens eten. No hate. Ik denk dat als ik dit sausje eet, dat ik dood ga. Dus ik ga het gewoon niet eten. Of ik eet er straks eens van. Oké, eerste keer sushi. Let's go. Ja, het smaakt ook gewoon naar rauwe vis. Maar rijst. Ik weet niet wat dat sausje is, maar ik denk dat het alleen maar beter kan maken. Ik ga het gewoon met mijn handen eten. Dat, ja. Het is bruin. Let's go. Holy shit. Eerste smaak is zo een beetje... Dit is gewoon lekker, ik bedoel. Ik snap de hype er wel rond. Het is lekker. Oké, ik geef het een 8 op 10. De hype is correct. Het is lekker. Het ruikt naar mosterd gemengd met een sambal of zo. Dit is wasabi. Ik weet nu al dat ik mijn leven ga haten. Let's go. Oh my fucking god! Holy shit, valt mee. Nee, het is gewoon lekker. Het is gewoon... Holy shit, sushi is echt lekker. Ik moet dit meer eten. Maar veel meer. Ik denk serieus dat het een heel groot probleem is bij vele mensen. Dat ze dingen niet doen in hun leven omdat ze een vooroordeel hebben en het daardoor gewoon niet doen. Als er iemand zegt tegen jou, ja, vlees is vies. Vanaf dat je geboren wordt, ga je altijd leven met de gedachte, vlees is vies. En dan ga je nooit vlees eten. Als je nu gewoon eens voor jezelf zou opkomen en eerst zelf proeven voor je zegt dat iets vies is, dan is het leven zoveel mooier. En dan moet je het niet alleen bekijken op vlak van eten, ook op veel meer dingen. Daarop wil ik tot dit punt komen. Mensen zeggen tegen mij, Acid, je hebt zoveel geluk dat je in de krant staat. Ik heb gewerkt om in de krant te staan. Ik heb elke dag fucking video's gepompt om in die krant te staan. En ik ben echt blij, ik ben echt trots dat ik in de krant sta. Als er iets is dat jou tegenhoudt om iets te doen, bijvoorbeeld je denkt dat je gepest gaat worden met YouTube op school. Je denkt dat je gepest gaat worden met YouTube op school. Dat is niet zeker. Doe dat gewoon, maak eens een video als je dat wil. Wil jij geen alcohol drinken omdat je het niet lekker vindt, maar je doet het toch voor je vrienden? Doe het dan niet, als je het niet lekker vindt. Drink gewoon water, ik bedoel, ik drink elke dag fucking veel water. Mensen moeten opkomen voor hun eigen, in plaats van fucking gebrainwashed te worden door de fucking maatschappij. Zo zijn jullie weer een levensles rijker. Het is dan weer een volledig ander verhaal over drugs. Mensen zeggen dat drugs slecht is, ja dat is gewoon een feit. Doe dat gewoon niet. Okay. Ja, ik wou vandaag eigenlijk gewoon delen met jullie dat ik in de krant stond en dat ik sushi aan het eten was. Binnenkort heb ik een nieuwe camera. Ik ben Acid. Tot morgen. Joe. Hallo.